wensen een heel hartelijk welkom weer op deze bemoedigingssite. Ik doe het ook deze keer weer in de naam van de Heer Jezus, die het licht van ons leven is en die naar ons toegekomen is. De Heer Jezus die zorgt dat wij een schuilplaats hebben. En ze is voor mij een geweldig voorbeeld hoe een vrouw tot bloei en tot ontwikkeling mag komen voor haar God en voor haar Heer. Maar terwijl ik hiermee bezig was en ook fragmenten teruggezien heb van de Hiding Place, viel het mij op dat Corrie niet zozeer degene is die hier de geloofsheld is. Zij vaart in het verhaal mee op het geloof van haar vader en het geloof van Betty, beide mensen die zijn omgekomen in de oorlog. En pas na de Tweede Wereldoorlog, als Corrie eigenlijk de roep verstaat om de lessen die ze heeft geleerd in de Tweede Wereldoorlog en juist in bijzijn van Betty en van haar vader, om dat als het ware over te dragen, bekend te gaan maken in de wereld, dan komt haar leven tot ontwikkeling als schrijfster, als spreekster, als evangeliste, als zwerfster voor God over de hele wereld. En een van de bekendste dingen die zij ons verteld heeft, is dat ons leven in Christus verborgen is in God. En dat symboliseerde ze door te zeggen, dit is ons leven, deze duim. En kijk, hij gaat in Christus verborgen, hij is uit het zicht. En dan komt God de Vader eroverheen en die beschermt ook nog het leven van zijn zoon in wie jij bent. Een mens. Dit is de hiding place. Ons leven verborgen in Christus, in God. En Corrie heeft dat niet zomaar bedacht, maar zij doet dat naar aanleiding van Colossenzen 3. Colossenzen 3, waar staat, als je met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. En richt je op wat boven is en niet wat op de aarde is. Voor al jullie mensen die met Christus een nieuw leven zijn begonnen. Richt je op wat in de hemel is en niet wat op de aarde is. Want je bent immers gestorven en je leven ligt met Christus verborgen in God. Zoals Corrie meelifte met het geloof van haar sterke zus en haar sterke vader. Lieve mensen, zo mogen wij steunen op onze sterke broer Jezus Christus en onze sterke vader, God de Vader. En wij mogen met hem meeliften. En als we tot ontwikkeling komen, als we tot bloei komen, dat is geweldig mooi. Dat is ook wat God wil met iedereen van ons. Maar het is niet omdat wij nou zo sterk zijn. Weet je, de hiding place, de schuilplaats van God. En het lied zegt het ook. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Als wij geen angst zouden kennen, als wij geen twijfel zouden kennen, als wij niet teleurstellingen zouden kennen, waarom zouden we dan verborgen moeten zijn in die sterke Christus, in God? Dan zouden we het bijna alleen kunnen. Maar juist, en dat is de handreiking die nu ook weer naar jullie toe komt en naar mij toe komt. Want mij ontroert dit ook. Ons leven, broos, kwetsbaar, vol allerlei dingen die ons in de weg kunnen zitten hier op aarde, die is toch verborgen in Christus, onze sterke broer in God.
mag de Heer je hiermee zegenen. Met dit beeld. Hij is bij jou, waar je ook bent. Ik bid God zegen over je. Ik bid dat God werkt door de bemoedigingszijde heen. Hij bemoedigt mensen. Mij. Jou. God zegen je. Graag tot de volgende week. Met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik.